van een wijk een soort dorp maken. Weet je, gewoon iedereen één. Gewoon bij elkaar. Dat mensen gewoon, weet je, dat ik gewoon mijn deur open kan laten. Bijvoorbeeld mijn tuindeur bijvoorbeeld open kan laten. En mijn was gewoon buiten kan laten hangen. Of weet je. Het gemis voelde je en je merkte het ook echt. Dat er gewoon mensen zijn die het graag willen. Dat er ergens in de buurt, in de wijk, voor iets goedkoop hun kunnen komen eten. Want je hebt ook ouderen tussen die gewoon niet kunnen koken voor hunzelf. En die komen dan gewoon echt al die 3 dagen komen ze. Ja, we koken echt met elkaar ook, zeg maar. Dus ook ik heb de buurtmoeders, ook een groep buurtmoeders. Die verdeel ik over de week en ook over de dag, zeg maar. Dan heb je een team die dan 's ochtends is. Dan heb je een team die dan 's middags helpen. Je hebt ook een team die dan helpt met het opruimen aan het einde van de dag. En het zijn allemaal, de meeste die er zijn allemaal nieuwe mensen. Dus gewoon mensen die ik, sinds ik hier dan zeg maar ben, of dat ik ben gestart met de buurtmoeders, heb leren kennen. Dus ja, dat vind ik best wel een leuk iets wat ik wel zelf zeg maar heb bereikt. Want je hoort wel eens van ja, hoe krijg je die mensen, weet je? Of hoe benader je zeg maar de mensen? En ik ben echt iemand, ja, ik praat met ze, ik nodig ze uit. Maar wat mensen zeggen is, de manier hoe ik het vertel, kan ik van iets saais heel leuk maken, zeg maar. Weet je, dus ik ben echt aan het overtuigen. En hoe ik het vertel, dan denk ik van ja, dat lijkt me wel iets leuks. Weet je, en dan komen ze. Ik vind de groep heel erg fijn. Want dit doen ze allemaal gewoon ook gewoon vrijwillig. De mensen die er komen eten. Ik zie die dankbaarheid. Zie ik gewoon iedere dag weer. Van hey, fijn dat we weer konden komen eten. Weet je. En ja, dat zijn wel de dingen die mij wel goed doen. Van hey, we doen het ergens voor. Weet je. Dus dat, ja, dat vind ik wel fijn. Dat zijn wel de dingen dat je merkt van hey, dit is een wijk. Dat de mensen het gewoon nodig hebben. Weet je, op het moment dat je zoiets zegt, dan komen de mensen ook, dus de ouderen dan, komen naar buiten. Ze ontmoeten elkaar. Daarom zeg ik, sommigen komen gewoon heel vroeg, omdat ze echt staan te popelen, weet je, van dat de klok snel gaat lopen, zodat ze weer kunnen komen. Sommigen gaan niet zo vaak naar buiten. En dit is dan het enige soort van plekje waar ze dan naartoe kunnen gaan. En ja, dat geeft gewoon een goed gevoel. Van hey, het is ons weer gelukt voor vandaag. Weet je, de mensen zijn er weer. Gezellig, ik doe af en toe ook een praatje met ze, vraag hoe het eten was. Het is thuis. Het is gewoon thuis. Kijk, heel veel mensen zeggen van ja, ze voelen zich niet veilig en dat soort dingen. Maar ik heb dat totaal niet. Iedereen kent mij, ik ken iedereen. Iedereen kent mijn kinderen. Ja, mocht er iets zijn of iets dergelijks, dan ja, weten ze mij te vinden. Weet je, ja. Er is een wat oudere mevrouw die werkt in de speeltuin, Speeltuin Pascal. En zij werkt daar nog steeds. En ik ben als kleine meisje, toen ik op de basisschool zat, deed zij de overblijf. En mijn moeder bracht mij altijd daar. En nu is zij dan zeg maar wat ouder en ik ben dan ouder, ik heb kinderen. En zij is helemaal gek op mijn kinderen. Weet je, ze ziet, weet je, dan geeft ze toch wel iets van: oké, okay, ja, ze hebben me op zien groeien. En ze zegt van: ja, ik zie jouw dochter en ik kijk en ik zie jou, weet je. Dus ja, dat zijn toch wel dingen dat ik denk: ja, dat ga je nergens anders vinden. Eén breed, eentje terug, eentje terug, eentje terug. Ja, één breed, kom maar weg. Mijn naam is Otsina Mensla. Ik zit in het bestuur van Pascal Speeltuin als secretaris. En daarnaast doe ik activiteiten. Daarna ben ik activiteitencoördinator. Ja, die kinderen van, die hebben dan recht om te spelen, vind ik. En dat die ouders werken, of dat de ouders geen tijd hebben, weet je.
En dan ga ik met die kinderen, ga ik dan, probeer ik dan een activiteit te organiseren. En met die kinderen dan, dan een leuke dag van te maken. Ja, dus de grootste uitdaging van de kinderen in Lombardij is buiten spelen en dagjes uit. Willen ze graag, weet je, de buurt leren kennen. Heb ik ze een paar ook al gebracht naar de... Bijvoorbeeld in Lombardij wist ik ook dat er een museum hier was. Heb ik ze daar naartoe gebracht. Ze zei, oh juf, een museum hier in Lombardij. En Maastad ziekenhuis zijn we ook geweest. We hebben een fruitmand gemaakt. Hebben voor die zieke kinderen gebracht. En dan hoor je heel veel verhalen van die kinderen. Van, oh, hier was mijn tante geweest. Oh, hier was ik geweest, ziekenhuis, blablabla, zoiets. En dan gaan de kinderboerderij. Hier in de kooi heb je ook hier. Dus ik laat de kinderen kennis maken maar met wat bij hun in de buurt is. Dus je hoeft niet helemaal naar Blijdorp te gaan, verder afstanden. Maar we beginnen eerst bij jou in de buurt, wat er allemaal voor mogelijkheden zijn. En ik probeer ook te kijken van de kinderen die het echt nodig hebben. Want de kinderen die het niet echt nodig hebben, die gaan die activiteit of iets wat je ze geeft, als ze gewoon iets van, ah oh ja, je hebt weggooien. Maar een kind die het echt nodig heeft, dan gaat die echt, hoe zeg je dat, zuinig mee om. Ja, wat ik bijzonder vind aan Lombardij is van, we kennen elkaar hier in Lombardij. Ik zie mensen op straat en ik heb ook net wat ik zelf vlotte bab ik genoemd van hallo. Volgende keer is een heel gesprek en voordat je denkt zitten we gewoon in een activiteit of diegene komt vertellen van waarmee ze zit en zoiets. En dan kan ik ze doorverwijzen, maar je kan zo en zo naartoe. Er zijn instellingen hier in de buurt, je kan daar naartoe, naar de raadsman of de raadsvrouw of naar de dokter. Zo komt het een of het andere. En als ze me zien, hallo, goeiedag. En die mensen gaan met elkaar gewoon in gesprek. Ik ben hartstikke druk, maar ik vind het erg leuk. Ik probeer het ook regelmatig te doen en dat ik mezelf niet voorbij loop. Dat is belangrijk. En ik vind het gewoon leuk als ik zie dat die mensen blij zijn. De kinderen zijn blij. Dat doet het mij wel goed om echt meer energie in te zetten. En ik zorg wel goed voor mezelf hoor. Van, hey, vandaag heb ik een activiteit. Dus om 1 uur bijvoorbeeld vandaag. En zorg dat ik goed gegeten heb, goed uitgerust ben, zodat ik vol energie dan hier naartoe kom. En dan die mensen blij maken, de kinderen. Ja, doe je ding en als je valt, kom terug. Wil je vallen, kom terug. En ja, zo gaat het verder. Zoals ik mij, in mijn ogen was het zo, vallen en opstaan. Hey, ja, wat ik doe in de wijk is met jongeren koken. Dus we hebben zo'n wijk gebouwd. In Lombardij en IJsselmonde, daar kook ik samen met de kinderen. En ik doe ook activiteiten voor, ook voor die kleintjes, dus die jongere kinderen. Gewoon een vakantieplan en ja, dat is hem eigenlijk. Dat is wat ik doe in de wijk. Je lijkt een beetje mooi, man. Ja, ze komen vragen, meneer, dit en dat. Ja, wat, meneer, ja, u uitstraalt zoals een maffia. Of zoals iemand die, een gangster. Ik zeg, nee joh, het is niet zo. Misschien is het mijn eerste indruk gestart, maar ik vertel je wel over mijn verleden. Nu niet. Nu ben ik meer veranderd. En dat geef ik aan u en over. Dat het echt slecht is gegaan. En ook nog steeds. Dat ik op leeftijd nu, dat ik ook nog moeilijk heb. Dat is niet zo'n jaar geleden, nu ook. Dus als jullie het nu kunnen, vertel ik aan hun, dan kunnen jullie best over een paar jaren, of 20, 30 jaar, niet zoals mij nu. Want ik doe dit nog vrijwillig, misschien hebben jullie een vaste baan. Dus dat vond ik goed, dat ze toch luisteren en zeggen, oh ja, die meneer heeft me dat verteld 2 jaar geleden. Ja, dat is goed gevoel voor mij. Ik krijg een band met u, voor haar
In de buurt, de meeste ken ik ook jong hier van de buurt, want ik woon in lange tijd. En zijn ouders, misschien zijn ouders. Dus het is een goed gevoel ook om hun te zien. Ja, gewoon die andere kant, niet die slechte part. Het is altijd wel moeilijk dat die ene gaat werken, maar dat moeten we toch proberen. Dus wij en die, ja, met mijn organisatie dan samenwerken, met de samenwerking. Ja. Hier in Nederland kwam, ja, toen was ook 20, ik was ook jong. Dacht ik ook, ja, oké, dan krijg je die hulp niet nodig. Ja. Dus als je een probleem raakt, dan ga je naar de gevangenis. En als je eruit komt, krijg je geen nazorg zoals het nu is. Nu, en dat wil ik doen, dus die nazorg. Dus spreek natuurlijk van zich op, hey, ik heb een probleem. Of andere, kan ook andere stichtingen of andere jongere werkers die dat doen. Dus ze zijn meer actief nu dan vroeger. En dat vind ik goed, dus ik krijg de kans nu om hun door te geven wat ik niet had. Ik was gewoon een beetje down, want ik had niks te doen, geen werk, niks of ook vrijwillig werk. Toen kwam ik bij P10, toen hebben ze me aangenomen, ik voel me thuis ook bij hun. Dus ja, er zijn mensen die je toch willen helpen. Dat hebben ze ook voor mij gedaan. Misschien dat ze die dat hebben doen, ik weet niet gedaan, ik weet niet hoe ver ik nu of wat. Wat ook, maar nu doen we dingen. Dus anders zou ik de hele dag thuis zitten of andere dingen. Maar ik krijg toch een kans hier in Nederland na zoveel jaren om toch daar iets goeds te doen. Dus ik vind het hier prima. Daar. Soms zeg ik mijn vriendin, ze wil verhuizen, want het is te hoog, spier ook. Maar ik zeg, ja, hier ga ik niet werken. Nee. Want ik voel me prima in de week. Ja. Papa, ik kan delen. Hey, man, Nicolai. Ja, inderdaad. Dat je goed doet dan ook.